Ik zal nooit een moment vergeten toen ik de volwassen wereld had betreden en mezelf afvroeg: zou ik me ooit nog zo zorgeloos kunnen voelen als toen ik nog een kind was? Yes! Ik ben 18! Eindelijk volwassen! En nu? En nu? Een baan zoeken en belasting betalen? Welkom in volwassenenland. Een heel dierbaar persoon vertelde me toen dat die zorgeloosheid nooit meer terug zou komen. Waarschijnlijk eenmaal gedoemd in de volwassen wereld met al zijn seriositeiten is er geen weg meer terug. Ben ik de enige die allergisch is voor overtollige serieusheid? Toch geloof ik dat die zorgeloosheid wel bestaat. Hoe erg je leven en je innerlijke toestand er ook aan toe is op dit moment. In deze video praat ik over het vrijlaten van je innerlijke kind. Hey mensen, mijn naam is Mike Ranji en welkom op mijn kanaal waar alles draait om het worden van de beste versie van jezelf. Voor iedereen die nieuw is op het kanaal, welkom. Ik maak wekelijks video's over down-to-earth spiritualiteit, zelfontwikkeling en tools voor meer vrijheid, geluk en voldoening. Je zou me enorm steunen en helpen in de groei van dit kanaal door even op de like-knop te klikken onder de video. En als je op de hoogte gebracht wordt van alle nieuwe content die ik post, klik dan meteen op de rode abonneerknop en op het notificatiebelletje. Voor mensen die wel eens mijn vlogs kijken, hebben herkend dat ik me soms gedraag als een klein kind. Met een raar stemmetje. Ik ben gangster! Nu even niet, Mikey Junior. Ik moet een serieuze video maken. What? Are you talking to me? En nu ik dit zo vertel, moet ik direct denken aan een collega die ik vroeger had. Die zich altijd een beetje gedroeg als een klein meisje. Wat ik heel raar vond, want het was een volwassen vrouw. Maar als ik kijk naar hoe ze stond in het leven. Vrolijk, lachend, blij, niet al te serieus. En ik herken een masker wanneer ik een masker zie. Dit was geen masker. Dit was gewoon een volwassen kind. Ja. Sommige blije mensen zijn gewoon authentiek blij. Maar even terug naar mijn volwassen kind karakter. Deze gekke stemmetje figuur. Dus, ik herinner me vaak momenten in het verleden waar ik in sommige momenten een heel serieus volwassen persoon was die volwassen dingen zei en de wereld heel serieus nam en op zijn teentjes getrapt werd wanneer andere serieuze mensen serieuze dingen over hem zeiden. Hey, je collega heeft een mailtje gestuurd naar de leidinggevende omdat je te laat was. Wat? Ik vermoord hem. Ik zoek hem op. En zijn familie. Ik moet ze allemaal uit. Misschien maak ik me een beetje te druk. Ik moet daar hulp zoeken. Maar tegelijkertijd schakelde ik soms om in een klein kind. Onverantwoord, blij, genietend, spelend, gek, vrij, dansend, uitdrukkend. De authentieke ik heb scheid aan de wereld en wat anderen van me denken houding. En het grote verschil wat ik ervaarde tussen deze twee toestanden was dat de ene aanvoelde als vrij. En de andere als een mentale gevangenis. Nu ben ik op dit moment ook serieus aan het praten. En nu voelt het niet alsof ik in een mentale gevangenis zit. Nou ja, in dit lichaam zit dus altijd enigszins gevangen zijn. Maar wanneer we onszelf vrijmaken van trauma, negatieve patronen, gevoelens, gedachten, gedrag, dan zullen we altijd ontdekken dat hetgene wat naar boven komt speels is. En ik herken dat zelfs vandaag de dag. Dat ik soms in mijn kind persoonlijkheid stap en liefde is daar een grote trigger in. Daarom dat vooral stelletjes er bekend om staan, gekke stemmetjes op te zetten en zich als grote kinderen te gedragen naar elkaar toe. Zijn wij de enige? Maar ik word een klein kind wanneer ik met mijn partner praat. Maar soms stap ik in een rol die zo kinderachtig is dat het leven zorgeloos wordt. Ik kan dan over de straat lopen en grappen maken naar vreemden. En zelfs al kijken me ze aan alsof ik zojuist mezelf in brand heb gestoken. Het boeit niet. Het maakt allemaal niet uit, want ik ben te druk bezig met spelen. Hey vreemden, weet je wie ik ben? Ik ben Mike. Leuk dat ik je hier tegenkom op straat, man. Ik ga weer vandoor, oké? Doei. Oh shit, weer een ontsnap uit de TBS-kliniek. Een van de mooiste dingen die ik me herinner uit mijn kindertijd was vrijheid. Naar buiten gaan. Spelen. Mezelf niet druk maken over gisteren of morgen. Rekeningen betalen. Afspraken die ik moest nakomen. Mensen die verwachtingen van je hebben. Ik weet niet van jou, maar soms wou ik dat ik de blauwe pil had genomen. En ook al wordt zelfs een kind op vroege leeftijd al beladen met allerlei verwachtingen. Zorgeloosheid is je natuur. Zorgeloosheid en speelsheid is altijd onze natuur. En speelsheid hoeft er niet uit te komen als kinderachtig gedrag. Je hoeft echt niet belletje te gaan trekken als je 48 jaar bent om je innerlijke kind weer tot leven te brengen. Maar het is beter dan 48 jaar zijn en in een SM-kelder aan je trekken komen. Maar je innerlijke kind tot leven brengen is wel iets waarvoor je soms dingen anders moet doen. Dingen die je een goed gevoel geven.
Dingen waardoor je het leven minder serieus neemt. Dingen waardoor je kunt spelen. Genieten van je bezigheden en gewoon lol kunt maken. Het is zo erg, maar zoveel van ons hebben al jaren niet tranen gehad van het lachen. Gun jezelf gewoon lol. Want als ik je nu vraag om de leukste herinneringen voor je te halen uit je jeugd, kun je je vast wel een paar momenten herinneren dat je zorgeloosheid ervaarde. Het enige verschil met nu en toen is dat je nu een heel mentaal complex hebt gebouwd om die zorgeloosheid heen. Die zorgeloosheid het gevoel geeft gevangen te zijn. Elk gevoel dat je niet wilt ervaren is niet fijn voor een reden. Het is je wake-up call om eruit te werken. We leven in een wereld met gevangenen. Mensen die zo vastzitten in conditionering dat je gewoon aan hun hele lichaamshouding ziet dat ze vastzitten. Niet vrij in uitdrukking. In de speelsheid die er van binnen uit wilt. En voor mij persoonlijk heb ik een unieke karikatuur gemaakt. Een afsplitsing van mijn standaard personage Mike. Dat gewoon een klein kind is. En ook al zouden sommige psychologen die heel veel verstand hebben van de psyche, blijkbaar, zeggen dat het heel ongezond en gestoord is. Ergens hebben ze gelijk. Als gestoord zijn betekent dat je niet in het krankzinnige systeem past. Ik voel me heerlijk als ik in het personage zit en gek praat met mijn vriendin, mijn zoontje, met vreemden op straat die me aankijken alsof ze water zien branden. Oh shit, loop ik hier in het park? Komt er zo'n blije blijo aanlopen? Oh shit, hij kijkt naar me. Ik wil hem niet groeten. Oké, kijk naar de grond. Hij loopt vanzelf voorbij. Hey, mooi weer hè? Oh god, dat was vreselijk. Zo, heb ik die even goed voor de gek gehouden? Wie zou de zorgeloze versie van jou zijn als jij al je mentale kettingen zou losmaken? Hoe zou de meest zorgeloze, speelse versie van jou zich gedragen? Hoe zou deze versie praten, bewegen, zich uiten in de wereld? Hoe zou deze versie zich voelen? Hoe voelt zorgeloos? Hoe voelt plezier? Hoe voelt authentiek uiten voor jou? Laat jij het jezelf wel toe om lol te maken? Of ben je te druk bezig met jezelf in de weg te zitten? Dus deze video was gewoon een moment om je aan het denken te zetten. Ik dacht namelijk aan een moment dat een dierbare me ooit vertelde dat ik mogelijk nooit meer de zorgeloosheid kon ervaren van kind zijn. En ik heb dat nooit kunnen accepteren als waarheid. Ik geloof namelijk dat het wel kan. Niet als masker die je kunt opzetten zodat je al het duister ontkent. Maar omdat speelsheid, zorgeloosheid en plezier je bron is. We zijn allemaal kinderen van het universum. Speels, creatief en vrij. Hoe ga jij die bron weer tot leven brengen? Hoe ga jij je innerlijke kind vrijlaten? Ben je tot het einde van deze video gekomen? Laat hem even weten door in de comments te typen. Mike, doe niet zo kinderachtig. Bedankt dat je de tijd uit je dag hebt genomen om naar mijn video te kijken. Vond je hem leuk en wil je dit kanaal steunen? Klik dan even op de duim omhoog onder de video. En klik meteen op de rode abonneerknop en op het notificatiebelletje, zodat je geen van mijn nieuwe video's mist. Mensen, zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen. Wees de beste versie van jezelf elke dag. En ik zie je in de volgende video.